ja, uiteindelijk had ik een stap als beter kunnen overslaan. Maar als sporter zijn er een doel. En je moet een doel erin om jezelf 3 keer per week of 4 keer per week te motiveren om te gaan trainen. En ik kan zeggen, ik trapte de bout met de fiets als ik geblesseerd ben. Omdat Albert Brouwer en Jelle Bakker allebei op vakantie binnen, deze keer geen podcast over het Nijs op of over Urk. Even geen burgemeester of een brogge, geen Anja Keuter of een duiker onder de Urker weg. Maar vandaag gaan we het even over voetbal. Over Urk 1. We blikken terug op het afgelopen seizoen en kijken vooruit naar het Nijs seizoen in de derde divisie. Gert-Jan Karsten, Henny Spijkerman, Peter Wesselink en de naaie vreemden in de selectie van het eerste. Het komt allemaal aan bod in deze podcast. Dat doe ik niet alleen, maar samen met een gast. En wie kan er beter over Urk 1 praten dan de speler die al 11 seizoenen deel uitmaakt van deze selectie. Ondertussen al maar dan 300 wedstrijden voor Urk 1 heeft gespeeld. Wie kan dat beter dan aanvoerder Benny Dunning? Mijn naam is Klaas Ras en dit is de Urkeland podcast. Benny, welkom. Leuk dat je er... Willem Wezen. Dankjewel. Ja, we zullen eens even met z'n tweetjes het seizoen 2022-2023 even onder de loep nemen. En laten we maar gewoon beginnen bij het begin. En dat is de vuurbereiding. Die ging zoals gewoonlijk, we dat de laatste jaren bij Urk 1 gewend binnen, verrekte rommelig. Spuelers die midden in de vuurbereiding nog eens een keer op vakantie gingen voor 2 weken. Een spuler die plotseling weer terugkwam, omdat hij stop was. Hij is zo snoek. En dan als kers op de taart, de laatste oefenwedstrijd thuis op Ergenveld tegen Rijnsburgse Boys met een 1-7 nederlaag. Hoe kijk je op dat moment aan tegen het naaiseizoen in de derde divisie? Nou ja, wat je zei, de laatste wedstrijd was Rijnsburg. En als je dan met 7-1 of 1-7 verliezen thuis, ja, dan kun je concluderen dat je waarschijnlijk nog niet klaar bent voor de eerstvolgende competitiewedstrijd. En dat was dan in dag gevallen naar Sparta Nijkerk. En nou, die behoorden eigenlijk op dat moment misschien wel top 3 door de divisie. Dus wij wisten dat wij die zaterdag een enorme zware opgave zouden krijgen. Ja, en dan begreep die zaterdag, wat was het, 20 augustus. Toen is Sparta Nijkerk, prachtig mooi weer. 1300, 1400 man publiek langs het lijntje. En allemaal heel erg nieuwsgierig naar alle teams in de derde divisie. En dan al 2 minuten stond er op het scorebord 0-1. Wat dacht Benny Dunnik op dat moment? Nou ja, toen dacht ik wel van, als dit maar goed gaat vanzelf. Uiteindelijk ben werkers, hè, dus je hoopt altijd daarin terug te komen. En dat hebben we gelukkig ook gedaan, die wedstrijd. Ik vond het zelf een van de mooiste wedstrijden die we speelden. En net wat je zegt, voor heel veel supporters, allemaal benijd van, hey, wat is het niveau nou door de divisie? Nou, daar lieten wij zien dat wij door de divisie waardig waren. En dan ook de reeks die we vervolgens duurzetten. Had ook wel te maken met de kampioensflow, zeg maar, waar we nog in zaten. Maar ja, dat was een fantastische wedstrijd. Nou, dat neem je dan toch de kampioensvloot. Terwijl die eigenlijk al, jullie worden 28 maaien, dacht ik uit mijn hoofd, kampioen thuis tegen Berkem. En die eerste competitiewedstrijd was pas op 20 augustus. Dan praat je dus over bijna 3 maanden later. Was er toen nog steeds die kampioensvloot dan binnen een team? Nou ja, kijk, op het moment dat je in die kampioensflow waarin we zaten, toen waren we dus al heel lange dat we niet meer verloren hadden. En dat gevoel neem je mee. Hè. Win je maar 5-1 van Sparta en tegenstanders weten ook niet wat ze van Urk moeten verwachten. Ja, dat mogen we er ook zetten en dat we niet kunnen voetballen. Dat zal elke trainer zeggen als ze tegen Urk spelen. Maar wij lieten die wedstrijd zien dat we ogen er ook zetten en dat we heel goed kunnen voetballen. En dat hebben we ja, nog een aantal weken daarna ook nog kunnen doen. Ja. Al moet ik zeggen, als ik het goed zeg, was de 2e wedstrijd bij Sportlust. Ja, klopt. Toen had Strijker een redelijk goede dag. Die pakte volgens mij 35 bal met kruisje. Ja. Dus ja, die had toen stel wel op de been houden. En uiteindelijk wat de trainer eigenlijk in de vuurbereiding, waar eigenlijk alles om draaide, was fitheid. En wij dachten fit te wezen, maar wij waren alles behalve fit. Het hele team. De 2e wedstrijd Sportlust lagen er volgens mij 7 of 8 jongens met kraamp op het veld. Wat ik me nog goed kan herinneren. En toen was het voor ons wel dat we dachten van, ja, deze gekke trainer, Gert-Jan Karsten, die had wel gelijk. Wij zijn nog niet fit. Nee, hij laat dat nou, want dan maken we gelijk maar even een sprongetje naar het naaiseizoen. Hij laat dat als groep meenemen, het fit wezen, naar de voorbereiding op dit seizoen. Omdat je weet dat de tegenstanders kennen je. Tenminste, het gros van de tegenstanders zessen kennen je, kennen ons nog niet of kennen Urk nog niet. Dat jullie nou zoiets zijn van, dan moeten we toch echt, koste wat het kost, tijdens die, voor die eerste wedstrijd moeten we gewoon fit wezen. Echt fit.
Ja, zeker, dat snap ik. Kijk, uiteindelijk is het vaak ieder voor zich erin. Hè? Want wat moet ik doen om mezelf fit te krijgen? Wat moet Johannes Schrijver doen om zichzelf fit te krijgen? Uiteindelijk ja, is dat gewoon een spiegelvuur houden om ervoor te zorgen dat je dus fit aan die vuurbraaien begint. Als je denkt in 2 weken vuurbraaien te kunnen missen omdat je op vakantie moet, ja, dan zul je op vakantie aan de bak moeten. Dus dat is het hele verhaal in qua fitheid. En uiteindelijk doen we dan uiteindelijk met groepstrainingen, et cetera, kun je dat uurbraaien. Dus ja, je neemt dat altijd meer voor jezelf, leek mij als sportman. Ja, dan moeten we weer even terug naar het vorige seizoen. Inderdaad, de start was natuurlijk fantastisch, met 10 punten uit 4 wedstrijden. Bovenaan de stonden zelfs. Enkel de 6 wedstrijden de nul. En dan laten we Geemert uit die bekerwedstrijd maar even buiten beschouwen. Het was trouwens ook een fantastische bekerwedstrijd. 1-2 na een verlenging. Doepen van Hessel Snoek. Die trouwens ook tijdens zijn eerste wedstrijd bijna zonder vuurbereiding tegen Sparta Nijkerk er nog in knalde. Hoe is dat trouwens binnen de groep ontvangen dat hij zo weer terugkwam? Nou, wat ik er nog van weet, is ik zou ook een afscheidswedstrijd regelen voor William de Boer, Jan Versloot, en Hessel en Ronald Marines. Daar zou nog een wedstrijd voor geregeld worden en ik zou dat organiseren. Maar ik had altijd in mijn achterhoofd, en Hessel had in het verleden wel eens tegen mij gezegd, Benny, ik kon dat voetbal zo verschrikkelijk missen. Dus ik bleef daar constant op inpraten. En nou, ik zag Klaas Roomkes trainen, hartstikke prima, maar wij gaan de derde divisie en wij moeten minimaal 2 spitsen hebben. Dus toen ben ik wel met Hessel gaan bellen, bellen. De trainer die zat er ook mee bezig. Dus uiteindelijk is hij toen toch overstagen gewoon om te spelen bij de mooiste amateurvereniging van Nederland. Ja, het romantische verhaal dat Hessel dus ging missen en weer bij het trainen kwam kieken en toen toch gewoon weer zijn voetbalschool eraan wil trekken, is dus eigenlijk een beetje niet helemaal waar. Het is ook een beetje druk van binnenuit. Ja, er is wel er binnen wel belletjes voor de tijd binnen de dom inderdaad. Ja, vandoor de reactie van Gert-Jan natuurlijk dat hij die goal scoorde tegen Sparta Nijkerk, dat hij een sprintje trok van 30 meter. Ja, maar wij hebben wel eens gezegd, volgens mij gaat Hessel vaker het eten met de trainer. Hè? Dus bij de boot of bij Blue. Ja. Dan dat hij met zijn vrouw doet. Maar dat was gekkigheid. Maar er zat dus wel vuurbereiding aan vast. Hij is nou echt gestopt? Hij is nou definitief gestopt. En het is voor ons nou ook al klaar. Okay. Ik ben niet gek vanzelf om hem elk jaar weer aan te nemen. Dus het is nou klaar. En het is goed zo. En Hessel is een topper geweest voor de club. En we hopen natuurlijk dat hij zich zo direct nog op een of andere manier kan inzetten bij de vriendenhuis. Ja, tuurlijk. Mooi. 4 uit 10. Oh nee, geen 4 uit 10. 10 uit 4. Maar dan... Een serie van 6 wedstrijden, 0 punten. Nederlagen, tegen Arkemasse Boys, Volendam, Staphorst, Dovo, Terlede. Ja, dan stoor je na 4 wedstrijden stoor je bovenaan. En na 10 wedstrijden stoor je... Nou, volgens mij was het net nog een PD-plek. Hoe is er binnen de groep op reageerd? Op 6 nederlagen op rij? Nou ja, we zingen er de schoen voor. Wij hadden helemaal niet de ambitie om kampioen te worden of wat dan ook. En nou ja, de eerste keer van die 6e, die verlies je. Dan is het de 2e, dan is het een 3e. En de aardigste van deze 6e was denk ik uitverliezen bij Terlede. Waarin we 2 strafschoppen missen. En dat er best wel wat tegen zat die wedstrijd. Ja. Ja, kijk, dan kun je 2 dingen doen als groep zijn. En je kunt heel druk maken. Wat je aan het begin vertelde, ik zit er nou 11 jaar bij. En wij in die situatie wel vaker meemaakt, ook onder Karrebult, dat we de eerste 7 wedstrijden, denk ik goed zeg, niet gewonnen hadden. Maar dan is het juist belangrijk om daar misschien ook niet te veel over te zeggen, maar gewoon weer van de eervolgende wedstrijd dat je erover oploopt. En ja, soms wordt er dan net even wat maanden vroeger om die wedstrijd te winnen. En is tactiek op dat moment minder belangrijk, maar ja, dan moet naar oude westen de mouwen opgestropen worden om je uit zo'n situatie te knokken. Ja. En ook dat kunnen Norkers misschien hangen. Ja, dat had die wedstrijd daarna natuurlijk, wedstrijd 7, waarvan iedereen dacht dat je die wel zou gaan verliezen. Want DVS 33, onder leiding van Peter Wesseling toen nog, onze naaitrainer. Dan win je met 4-2. Ja, dat was ook een hele bizarre wedstrijd. Er stonden 2 dingen nog heel goed bij, was de ambulance voor Hessel. Best wel heftig was. Uiteindelijk leek het niet te vallen, gelukkig. En Dick Hakvoort, die in mijn ogen toen wel zijn team op sleepdown nam. Die daarvoor weken op de bank hadden zitten. Maar toch met zijn, is wat maar op leeftijd vanzelf. Maar door een kooi wil zien dat er een bepaalde rust achterin was. En we hadden die wedstrijd ook een andere tactiek hanteerd. Dus niet te snel met z'n allen naar vuren. Iets maar achterover leunen. Mm-hmm. En open op onze 2 geweldige buitenspelers. En dat was in dat geval Lucas Stol en Lucas Straal.
Nou ja, die en door een paar fantastische counter volgens mij kreeg. Ja, is het dan is het niet een beetje vreemd dat jullie die tactiek die jullie toen DVS toen hanteerden, hè, wat maar inzakken en in gokken op een counter. Eigenlijk de wedstrijden daarna tot aan het vertrek van Gert-Jan, zeg maar, niet meer hanteerde gewoon eigenlijk. Dat het toch weer dat vuurt en ja. Nou ja, kijk, dat ben trainers. Dat is Gert-Jan Karsten. Gert-Jan Karsten die wordt liever ontsloegen dat hij zijn eigen visie volgt dan dat hij een andere visie gaat volgen en dat hij mag blijven zitten. En dan denk ik dat ik al genoeg gezegd heb. En dat ziet Karsten ook weer, hoe hij erin staat. En ja, laten we ook zeggen dat er ook wel een aantal dingen tegen zaten. Ik ben zelf het half jaar geblesseerd geweest, waarin ik heel wedstrijden zien heb. Dat ik echt dacht van, nou, ik kan dit team nou op dit moment zo goed helpen. Mm-hmm. Maar dat kon dan helaas nog niet. Dus ja, wat ik zeg is dat we een bult met middenvelders achterin spuwen. En waardoor vaak de restverdediging of wat er ook niet goed is. Ja, en dan kun je als trainer lul als brugman. Maar dat zul je worden moeten. Ja. En wil je op dit niveau acteren. Ja, even op je blessure terug op de kuur. Want na de voorbereiding ben je een tijdje geblesseerd geweest. Bijna 2 maanden. Toen een Dovo, die thuiszit toen een Dovo, denk je weer eens voor het eerst meer. Dat was 8 oktober. Wat dacht ik aan 4 oktober, dat was de week. Toen een toeleden meer dan. Toen een DVS 33 weer niet. En toen was je dus ook nog weer geblesseerd. En toen kwam die duurde weekse bekerwedstrijd thuis toen een Staphorst. Toen denk je dus weer mee. Maar vulde je in de 66 minuten uit. Duur weer waarschijnlijk die blessure die je opspuwde. Toen vul ik in. Of toen vul je in. Ja. Oh ja, toen vul je in. Maar dus 24 minuten ben je invullen. En daarna heb je 4 maanden niet meer zien. Ja. Zeg je achteraf van, ik ben eigenlijk gewoon te vroeg. Ik wilde te graag die wedstrijd toen een Staphorst-spuwen. Ik wilde die tweede ronde was het dan, hè, de derde ronde van de KNVB-beker wil ik al. Ik wil gewoon met dat team meedoen. Nou ja, zeer zeker. Kijk, achteraf is het vanzelf makkelijk praten. Van, hey, ben je nou te vroeg of te laat begonnen of noem het maar op. Maar ja, uiteindelijk had ik een Staphorst beter kunnen overslaan. Maar als sporter zijn er een doel. En je moet een doel erin om jezelf 3 keer per week of 4 keer per week te motiveren om te gaan trainen. En ik kan je zeggen, ik trap de bout met de fiets als ik geblesseerd ben. Maar dat doe ik ook omdat ik het doel heb. Ik moet naar Staphorst of ik moet dit of dat. Ja. Dus ja, je moet in jezelf proberen te motiveren. En je doet dat uiteraard in overleg met Pascal, onze fysio. Die heeft me daar heel goed bij helpen. En die moet mij dan ook echt remmen, zeg maar. Want anders dan probeer ik vanzelf de eerstvolgende wedstrijd te kunnen wezen. Ja. Maar dat was vaak niet realistisch. En Staphorst, alles wat je in de voetbal, weinig last had ook. Maar dan toch de eerstvolgende trainingsavond. Te veel last weer. Waardoor je nog niet in je 50-60% kunnen inzetten. Ja, dan kun je niet voetbal. Nee. Je zit er nou weer met een blessure. Ja. Hoe lang gaat deze duren? Nou, deze gaat wat korter duren. Maar dat dacht ik ook van die vurige. Ja. Nee, ik ben nu mijn enkel geknald. Ja, tegen een buitenpost. Stomhoef van wedstrijdje. En daardoor leg ik er nou ook die hele vuurbereiding weer uit. En ik ben dan wel zo'n jongen dat ik rekening hou met mijn vakanties. Dus dat is best frustrerend. Ja. Alleen, ja, het is ook niet anders door te bijen. Wanneer verwacht je weer terug te wezen? DVS, hoop ik. DVS. Dat is 12 augustus. Ja, ik kan. Dat is nog 3-4 weken dus. Dus dat zou moeten kunnen lukken. Ja, daar gaan we voor. Daar hopen we voor. Nou, dan zijn we zo'n beetje, halverwege het seizoen aanbeland. En de maand oktober uit. Dan verliezen we weer eens een keer 3 keer op een rij. Ik praat dit over we, maar goed, dat is misschien ook wel logisch. Het is ook we, hè? Ja, het is ook we, inderdaad. Erkenning is van ons allemaal. En dan 3 keer op rij verliezen van Rijnvogels, Barendrecht en GVVV. Op zich van GVVV verliezen natuurlijk absoluut geen schande. 2-3 van zijn prachtige, prachtige thuiswedstrijd. Maar dan moet er ook weer eens nodig gewonnen worden. En dan komt Excelsior als eerste om de hoek. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. En daar win je met 1-4 duren uiterst productieve 7 minuten na een rode kaart voor de keeper van Excelsior. Had je stengen toen natuurlijk langs de lijn. Hoe beleef je zo'n wedstrijd dan? Want je weet op het moment dat je in die bus stapt naar reizen toe, dat het gewoon een ontzettend belangrijke pot is. Excelsior sting ook ergens onderin te bungelen. Motiveer je dan je medespelers ook nog op een bepaalde manier? Ah, dat is lastig. Kijk, je bent ook aanvoerder en toevallig zag ik gisteren of eergisteren een documentaire van Louis van Gaal bij AZ. En daarin kwam ook vuur van, op een gegeven moment draaide voor de midden niet meer bij AZ. En een van die redenen was dat Stijn Schaars, de aanvoerder, die was geblesseerd. Maar Louis van Gaal gaf ook aan van, ja, op het moment dat je aanvoerder geblesseerd is en hij speelt niet, ja, dan wordt je rol gewoon dusdanig minder.
En dat het gewoon, ja, dat, zo werkt dat in een kleedkamer. Dan moeten andere jongens dat overnemen. Dus dat, ja, wat ik aan wil geven is dat het best lastig is om jongens te motiveren of wat dan ook. Als je er al zo lange tijd uitlegt. Kijk, nou leg ik er voor 3-4 weken uit. Ja, dan kun je nog eens wat roepen in een kleedkamer. Maar als je hier voor 5 maanden uitlegt. Mm-hmm. Ja, dan kun je wel voorstellen dat je stem minder hoort wordt dan dat die normaal gesproken hoort wordt. Had je dan heel goed wel een beetje contact met Rikkels Jan Bruijs bijvoorbeeld, die de aanvoerdersrol overnam? Dat je samen zeker met je tweetjes daar nou ja, eens over sprak? Ja, kijk, dat is dan tijdens wedstrijden, maar er gebeurt als aanvoerder zijn ook heel veel voetbal om. Dus je bleef nog gewoon de aanvoerder en zo voelt dat ook. Dat heb ik ook altijd zo ervaren. Alleen ja, op het veld kun je gewoon minder betekenen en dat spreekt voor zich, ja, denk ik. Goed, dan ja, die was natuurlijk een Excelsior, was geweest. Gert-Jan kondigde vol trots na de wedstrijd dan van ik heb een volgend seizoen, dus dit aankomende seizoen ga ik bij IJsselmeervogels trainer worden. En dan gebeurt die maandag, kregen we het trieste nieuws te horen dat zijn 18-jarige zoon overleden is. Voor de jongens is dat eigenlijk de tweede keer dat je zoiets meemaakt. En jij natuurlijk, het was 2014, dacht ik, met je motor en hier al iets meemaakt dat iemand plotseling overliep. En nou kreeg je dit dan van Julian. Wat voor impact dat had op de groep? Ja, gigantisch. Gigantisch. Het gebeurde op de dag dat ik jarig was. Dus ik kan die dag nog heel goed voor de geest houden. Je kreeg een bericht en even kijken, Klas Kramer appte mij of ik al iets wist. Ik wist van niks, dus ik schrok me rot. Volgens mij belde ik erom met Henry. Maar het is ongekend, ongelooflijk. En wat je vertelde, het was eigenlijk een vreugdeweekend voor Karsten. Die ging naar zijn droomclub. Ja, dat zal ons altijd bijblijven. Ja, bizar. Kun je hier dan begrip voor opbrengen dat Gert-Jan 2-3 maanden later tussentijds vertrekt naar IJsselmeervogels, omdat hij toen aan hem, voor de tweede keer aan hem trokken eigenlijk, want ze hadden dat in december ook al een keer gedaan. Dat hij als een van de argumenten aangaf dat hij dat beeld van zijn zoon op het scorebord op Urk tijdens die wedstrijd die daarna kwam terug in de hoek, dat hij dat ook als een argument gebruikt. Terwijl ik heb van een beeldmensen gehoord dat ze dat een gezocht argument vonden. Want je wat dichter bij Gert-Jan stond als de meeste mensen. Nou, ik kan dat 100% kan ik dat snappen. Want ja, Karsten was op dat moment toe aan iets anders in zijn leven. Iets wat hem op andere manier van denken of wat dan ook zou zetten. Dan weer dat je in je vaste patroon bleef of wat dan ook. Want ja, als je zoiets meemaakt in je leven, dan is je leven drastisch veranderd. En dat zal ik nooit maar worden wat het was. Mm-hmm. En dat zie je dan de sportman Karsten daarin wel weer, dat hij daarin wel duur gewonnen is. In plaats van dat je in een hoekje gewoon zit en denken van het gaat niet verder, maar uiteindelijk hij het nog twee kingeren. En nou, ik vind dat hij dat op die manier en hoe je dat altijd verwoordt richting de spelersgroep, klasse hoe je daar mee omgegaan is. Respect voor Gert-Jan anders in principe. Zeker. Okay, jullie, want die was natuurlijk een hoek. Toch gespeeld, ook op verzoek van Gert-Jan. Ik neem aan dat je toen wel wat dichter bij die spelersgroepen was, Jan. Hoe was de sfeer bijvoorbeeld na de tijd in de kleedkamer? Voor de tijd zal hij waarschijnlijk geweest zijn van jongens, kom op. En na de tijd misschien die euforie van toch die overwinning? Nou ja, goed, kijk, uiteindelijk bij Karsten wou hoe dan ook dat wij die wedstrijd gingen spelen. Dus dat was het eerste overleg, dat maakte die wedstrijd al speciaal, zeg maar. Maar Karsten die wou dat graag, dus dan kun je als spelersgroep maar één ding doen. En dat is ons ding doen, waar we goed in zijn. En dat is voetballen. En uiteindelijk, ja, die pot, en we wonnen met 4-3. Karsten is zijn lievelingsnummer, Johan Cruijff, nummer 14. Pieter Brands, die kopt hem binnen op een geweldige assist van Jaras. Ja, dan mag hij gevierd worden. Hè? Want hoe hectisch die week ook is, dat is sport. En we zijn allemaal de verslagenen lezen in de stand door Urkland, noem maar op. Ja, daarin lieten wij wel zien dat we een team binnen. En ja, die overwinning was vanzelf volle bak voor Karsten. Ja, hartstikke mooi. Goed, nou, dan gaat het seizoen gewoon weer verder. Hè? Gewoon weer nemen we het dan met wat nederlagen en een paar keer winst. Dan komt het moment op ergens in midden februari dat Gert-Jan dus uiteindelijk toch beslist om tussentijds naar IJsselmeervogels toe te gaan. Nou, daar heeft hij hele positieve reacties op gehad, wat ik van hem begreep, en ook hele negatieve reacties.
vanuit de spuurdersgroep niks dan begrip? Ja, vanuit mijn kant wel. En dat is ook net wat ik net probeerde uit te leggen. Ja. Kijk, uiteindelijk heeft hij gewoon 2 aanvoerders die netjes gebeld. En kijk, dat is ook voetbal. Dan gaat het ook heel snel. Want de nul en wij hebben de nul niet meer gezien. Nee. Dan ging ik met een oefenwedstrijd op werk. Maar voor de rest, ja, dat gaat heel snel allemaal. Ja, toen was het trouwens ook weer de oude Wesse Karsen die er aan de kant van de lijst ging bij zijn meervogels. Ja, klopt. Kwalt op een scheidsrechter, ging rekorden in oefenwedstrijden. Oké, dan moet er een naaitrainer komen. Kijk, Albert Mark had het dan 2 wedstrijden de honneurs voor en nemen. Zoals hij dat nog had doen toen het met Gert Jansen en Zuun gebeurde. Dan komt Henny Spijkerman uit de hoge hoed. Ja. Voor mij een verrassing. Voor jullie ook? Ik neem aan dat jullie als spelersgroep daar ook een stem in had houden in het aanstellen van de interim. Ja, nou kijk uiteindelijk gewoon wij als spelersgroep of met spelersraad gewoon wij ook een overleg van hey, wat willen wij? Kijk uiteindelijk is ook een stukje vertrouwen in het TC. En ik heb dat wel vaker gezegd, maar die en daarin maar dan geweldig werk levert van wat het deze groep nodig, wat voor type trainer en wat we denken allemaal. Er zijn geen trainers, maar er zijn er onbeperkt. En iedereen die bij Urk graag wil een trainer geven. En dan kom je met zo'n naam kom je voorbij. Nou, dat is klasse. Dat is top. Henny was voor die spelersgroep, hoe je spelersgroep op dat moment, ja, goud wordt. Was het op dat moment, want het is in principe een tugenpool van Gert-Jan. Ja. Henny is rustig, Gert-Jan die is nog wel eens impulsief. Stot in de wedstrijd. Henny Spijkerman hebben we, geloof ik, 2 keer in 10 wedstrijden. En ik heb een keer zien stomperoten met Lucas Kraal. Was dat ook wat de spelersgroep op dat moment nodig hadden? Een trainer die het allemaal wat rustiger analyseerde en bekeek? Ja, hij was zeer rustig en tactisch sterk. Nou ja, zijn veldtraining. En ik heb dat ook vaak tegen jeugdtrainers op werken gezegd. Kom nou bij ons kijken, want dit is het. En dat was ook vanzelf. Omdat je al wist dat hij bij Ajax een al grotere clubs lopen had. Maar ja, die man die kon dat zo fantastisch uitleggen en met zulke leuke vormen. Waardoor ook het plezier weer terugkwam, optrainen, noem het maar op. Want ja, we stingen er op dat moment gewoon niet top voor. Nee. En nou, Henny probeerde in zijn eerste weken met Ielvoel tactische verangeringen en noem maar op. Terwijl hij zei van nou, ik probeer zo weinig mogelijk te verangeren, maar elke trainer is eigen wezen en wil zijn eigen plan trekken. Maar ja, toen probeerde ik hem ook wel een klein beetje te beïnvloeden om te zeggen van nou, laten we niet te veel informatie met deze jongens gaan dealen of met onze jongens. Want ja, daardoor kan het alleen maar minder worden. We zullen nou iets verdediger soms moeten gaan voetballen. Maar er moeten punten gepakt worden. En Henny Spijkerman had in een half jaar ons linkerbeen niet meer beter mee. Nee. En het was natuurlijk belangrijk. Ja, kom ik weer op jou terecht. Je was in Wittrogen. Volendam. Dat was toch de eerste wedstrijd ook nog onder. De eerste wedstrijd onder Henny Spijkerman. Ja. Viel je in bij een 1-3 achterstand. Wat had Henny toen meegegeven? Dat je erin kwam? Nou, Henny kon mij niet, denk ik. Dus ja, wat moet je mij meegeven? Albert Mark gaf mij gewoon een signaal van je kunt warm lopen. En ja, ik had wel een gevoel van hey, we zijn nou een naai start, we zijn een naai trainer. Wij mogen niet verliezen onder deze man. He, want als je dat gevoel in je groep weet te bouwen, ja, dan is het Ozana vanzelf. En wat ik ook nog goed weet van die wedstrijd, je zit op de bank en ik had toevallig donderdag met Erik Jan er nog een gesprek over van, ja, wat als je zaterdag verliezen, ja, dan hebben we een probleem. Want dan gaat onze directe concurrent, die neemt gewoon 3 punten afstand van je. Ja. Dus ja, ik denk dat een heel belangrijk punt is in zijn West, ook in het teamgevoel, maar ook op de ranglijst vanzelf. Ja, ja, inderdaad. En dan win je de week erop ook nog van Staphorst. De norm van Terlede, gelikt u een DVS. Dus op dat moment kwam er ongeveer echt wel de schwung in. Ondanks het feit dat je de norm, dat was ja, 3 wedstrijden, min of 6 wedstrijden, gewoon ook weer 3 wedstrijden op rij verloren. Maar dat was wel van tegenstanders voor je in principe ook van mugen verliezen. Kijk, en wat we hadden net over Terlede uitverliezen. Ja, als wij 10 keer tegen Terlede spelen, dan moeten we gewoon 9 keer winnen. Ja. Dat is mijn mening. Ja, ze zijn ook niet van niks degradeerd natuurlijk. Nee. Goed, en dan komt de laatste weken van de waarheid. Teustug en Excelsior, moest ook per se gewonnen worden. Want die sting die was ook al redelijk dichtbij komen natuurlijk. Na die 3 wedstrijden verlies. Ja. En dan toch het ultieme hoek. 3,5 uur in een bus. En dan daar gewoon met 3-2 win. En op eigen kracht, wat Vullen niet verwacht hadden. Gewoon op eigen kracht heeft verblijven in de derde divisie veiligstijl. Ja. Ik sting heel toevallig bij de kleedkamer, bij het raam.
En ja, het was echt ongelooflijk wat we daar hoorden. Ja, nou ja, daar kwam het wel los. Kijk, het gaat er een jaar over, hè. Van, hey, het werk wat op dit niveau te zoeken, noem het maar op. Ja. En Karsten speelde er ook wel een rol in, hè. Want wij waren degradatiekandidaat nummer 1. Nou, ik zat op te denken aan zomer Flevoland me binnenkort te pakken. En dan gewoon ik weer spreken dat we kampioen willen worden. Want ik hou er niet van. Wij ben hurk. En als wij zoveel thuiswedstrijden hebben, ja, dan moet je er minimaal, nou, laat ik zeggen, 80% van winnen of 60%. Waardoor je nooit in een gevaar moet gaan komen. En nou ja, ik denk dat je beter vanuit dat kunnen gaan denken dan dat je gewoon roepen dat je niks te zoeken hebt. Maar dat heeft waarschijnlijk bij Karsten met iets anders te maken. En dat is zijn jongens op elkaar opzetten. Ja, een beetje in de underdog positie dirigeren en dan door vanuit gewoon lekker gewoon presteren zelf. Ja, en ik ben nou niet zo'n type dat ik dat ben. Nee, oké. Okay. Hey, het naaste seizoen. Naaitrainer, Peter Wesselink. Ook natuurlijk op de spelersgroep zal dat er ook over hadden. En of in ieder geval de belangrijke mensen binnen de groep van we willen dat soort trainer. Is het een beetje een verlengstok, eenzelfde soort trainer zijn die Spijkerman? Nee. Niet? Nee. Hij is wel net zo rustig. Tenminste, dat idee heb ik. Ja, hij is rustig. Maar het is ook weer heel lastig om mensen met elkaar te gaan vergelijken vanzelf. Ja. Maar als je Gert-Jan Karsten, Henny en Peter in een jaar hebt, dat binnen drie compleet andere type mensen. En dat is maar goed ook vanzelf. Dat brengt een beetje kleur in het leven, denk ik. Maar ja, Peter is qua op mensgebied is hij tot nou toe een dikke tiener, dat zo kan zeggen. Okay. Dus het is een hartstikke goed mens. En we gaan nou kijken hoe de samenwerking verloopt of wat dan ook. Maar ja, in de eerste weken waarin we nou zitten, binnen wij als spelersgroep in ieder geval hartstikke tevreden over. Oké, okay, ondanks het feit dat er wel blessures zijn en nog mensen op vakantie zijn. Dus weer een gemankeerde voorbereiding. Ja, wat minder resultaat. Toen gaan hij zo meer volgens met 0-3. Waardoor kan de trainer niks aan doen. Nee. Dus dat wij vakanties plannen of wat dan ook. Kijk, en dat is allemaal minimaal. Voorbeeld is mijn zwager, Jaras, die gaat dan nou met mijn snor Vera. Nou, die zit er nou op vakantie. Maar Vera, die is juffrouw op de Brecht, ja. Ja. Ja, dan kun je er gewoon niet omheen. Hè. Kijk, nee. En ik weet 100% van Jan dat hij dat anders had. Die dat anders veel beter regelt. Maar ja, die jongen die kan niet anders. En die verdient ook gewoon zijn vakantie vanzelf. Terecht. Hey, we zijn ook weer... Nou ja, die ene vreemde strijker, dat kunnen we al bijna geen vreemde benoemen, denk ik. Ja, voor ondertussen. Wel, hoor. Ja, voor jullie nog wel. Ja, oké. Okay. Ja, dan blijft een vreemde vogel, bedoel je. Dat ben het finale, eigenlijk. Met Jarno van Essen en Kelt Jager. Nou, Jarno is geloof ik nou vakantie, als ik het goed heb. Kelt is of was geblesseerd. Ik weet niet of hij in zaterdag weer mee kan doen. Wat is je eerste indruk van die twee gasten? Nou, dat is... positief, leggen goed in de groep wat ik zo kan zien. Dus dat is prima. Kijk, en als ze mee trainen, wat je al zeggen, ja, nou is nou op vakantie, dus er een week mee traint. En Kelt was vrij snel geblesseerd. Maar daar ben wel jongens met een bepaalde basistechniek, waardoor sowieso het trainingsniveau gaat de lucht in. Ja. Je wordt in de breed sterker, dus ja, dat is voor ons gewoon een aanwezig. Oké. Okay. Nou ja, Kelt gaat dan aan het einde van deze week geloof ik weer terug naar Amerika. Die komt dan in de winterstop weer terug. Jarno die zal volgende week wel weer aansluiten en dan bij de groep. Die willen we toch ook wel eens graag zien voetballen. Snap ik. Oké. Nou ja, je zin het er eigenlijk net zelf al. Je voorspelling voor het komende seizoen door de divisie. Kampioen worden. Nou, ja, nee. Dat is een andere glimlach natuurlijk. Nee, kijk, dat zal ik niet doen. Maar dat was dan maar even om Karsten te laten zien van wij Benurkers en wij gewoon niet voor degradatie. Dat komen ze dat weer spreken. Maar ja, kijk, het is ook weer een competitie waarin we compleet andere namen of ploegen toe gaan komen. Maar ja, laten we ons focussen op Dam thuis. Eerste wedstrijd. Daarvoor hebben we nog een hele mooie KNVB-bekerwedstrijd tegen DVS. Ja, laten we het op die manier inschieten. En niet gewoon roepen dat we voor degradatie gaan of wat dan ook. Want dat, gewoon wat... lekker weer handhaven en lekker meedoen. Nou, het liefst van de oger. Het liefst van de oger. Ja. Dat betekent in principe gewoon 20 doelpunten minder toe gaan krijgen. Dat binnen 10 punten extra. Dat is wel een voorwaarde als je wat hoger op de ranglijst wil komen, denk ik. Ja. En, het aantal goals wat Vruchtje maakt en is heel positief. Dus daar kunnen we mee verder. En ik denk dat we moeten zorgen dat we iets vaker onze mannetjes op de juiste plekken moeten zetten. En dan verdedigend. En dan ben ik er eigenlijk van overtuigd dat wij een heel mooi seizoen tegemoet gaan. Hartstikke fijn, Benny. Dankjewel dat je deze podcast mee wilde werken. Ik bedank jullie voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Ja.